Fame. Film. Film is. Film is. Film is revolution. Een bijzonder hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van IFFB TV. Iedere dag brengen we u van het festival reportages, interviews en nog veel meer. Vandaag de derde dag. Bijzondere gasten hier. Maria Goos, Matthias Schoenaerts, Bert Kommerij en Joost Seelen. En natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, beginnen we iedere dag en vandaag ook weer met even een terugblik op de afgelopen 24 uur op het festival. En onze crew ging kijken bij de film Roenskop. Camerawerk, heel confronterend. Ik vond hem ook keihard en boeide van begin tot eind. Ik vond hem heel erg heftig. Dus ja, de vragen die je nu stelt komen eigenlijk net iets te vroeg, denk ik. Want eigenlijk moet je dat laten bezinken. Het is wel een keiharde film. En u was er ook even stil van? Ja, ik vond het heel moeilijk om laatst gelijk te gaan klappen. Want ik had even zoiets van, even rustig. Bijkomen. Ja, even bijkomen. Ja. Inmiddels aangeschoven hier aan tafel Maria Goos, scenario-schrijfster met een indrukwekkend oeuvre. Eigenlijk wel een beetje de grand dame van het Nederlands scenario-schrijven, kan ik wel zeggen. Leef, Cloaca, Vreemd Bloed, Familie, Oud Geld, Pleidooi. Nou ja, het is eigenlijk wel een lekker lijstje. Dat is een mooi lijstje, ja. Maar ik vind ook wel, gisteren in de masterclass werd er ook aan. Oh nee, het stond in de Volkskrant gisteren. In verband met een aantal nieuwe series die nu uitgezonden worden. Ik heb het zelf niet gelezen, maar John Buisman zei dat. Hein Jansen zei, ja, Maria Goos heeft de lat met Oud Geld wel hoog gelegd. Maar jongens, dat is bijna 20 jaar geleden. Er is een hele generatie die nog nooit iets gezien had van Oud Geld. Mijn eigen kinderen trouwens ook niet. En die nu met hun ouders daarnaar kijken. Dat vind ik dan toch ook wel erg treurig. Dat nog steeds van 20 jaar geleden als een soort maatstaf wordt. Dat er daarna niet iets is gekomen wat het stokje over heeft genomen. Ja, dat is op zich wel treurig. Maar ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, het is wel ego-strelend zoiets dat mensen nou, dat nog steeds zeggen. Ja, dat is het ook. Maar het was zo leuk geweest als het niet. Nu is het blijkbaar tot een incident gebleven. Ja. En het was zo leuk geweest als het begin van een stroming. Want hoe zou zoiets komen? Dan? Heeft het te maken dan met toch geld en dat soort zaken? Ja, het heeft wel met geld te maken. Nadat de laatste uitzending was uitgezonden van Oud Geld, werd ons meegedeeld. Dit gaan wij nooit meer maken. Voor dit bedrag een langlopende serie. Gaat niet meer gebeuren bij de publieke omroep. En toen dachten wij nog een beetje, nou, dat zal wel loslopen. Ja. Want er kijken zoveel mensen naar en we hebben zoveel prijzen gekregen. Dat gaat wel goed komen, maar dat is dus inderdaad niet meer goed gekomen. Ja, dat is wel heel erg jammer. Ja. Ja, dat is toch altijd een beetje die balans vinden tussen natuurlijk het financiële gedeelte en het... Maar goed, het verhaal technisch was natuurlijk ook prima, hè? Want daar kennen we de mensen kennen u daar waarschijnlijk het meeste van de dialogen. Hoe zou je een Maria Goos werk nou echt kunnen herkennen? Dat vind ik zo grappig. Ik weet, die vraag werd gisteren ook gesteld in het interview met John Buisman en ik had geen idee. En toen zei John, nou, je weet het toch wel? Ik zei, nee. Zeg jij het dan maar. Toen zei hij, nou, het is altijd mededogen. De karakters, het zijn niet allemaal. Het is, in zekere zin zijn het altijd moralistische vertellingen. Je kan zien, god, die mensen gedragen zich op een bepaalde manier, deden ze het maar anders. Het is altijd wel met mededogen. Het is niet echt de slechterik en al mijn karakters brengen zichzelf of anderen wel een beetje in de problemen. Maar dat doen ze
Het is gedrag ondanks zichzelf. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Ze hebben het beste voor met de wereld. En ondanks dat creëren ze toch een hele hoop problemen. Ja, want ze missen eigenlijk dat stukje reflectie. Juist. Maar als schrijver, dan hou je toch die sympathie ten opzichte van dat karakter. Dat is ook wel belangrijk, ja, denk ik. Ja, in zekere zin. Nou ja, in ieder geval sympathie. Ik weet niet, ik zou wel een aantal personages kunnen noemen die ik heb geschreven waar weinig sympathie voor is. Maar, tenminste, als je puur hun handelen bekijkt. Maar ja, ik kan ze altijd wel zo schrijven dat je denkt, ja, ze kan er eigenlijk ook niks aan doen. Ze is er gewoon te dom voor, zal ik maar zeggen, om het te snappen. Of, het is wel een lul, maar hij heeft zichzelf zo, zoals Joep in Cloaca, maar hij heeft zichzelf zo in de problemen geholpen. Hij lijdt er zelf ook vreselijk onder. Weet je wel, dus er zit altijd wel iets vergoeilijkends in. En daardoor, inderdaad, blijf je als kijker er ook wel bij. Je omarmt ze toch. Precies, en dat vind ik ook spannend. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik tot voor anderhalf jaar geleden kende ik de naam Maria Goos wel, maar ik had u nog nooit gezien. Totdat ik op een middag naar tv zat te kijken en daar een herhaling was van Smoeders. Oh ja. En ik moet zeggen, ik heb eigenlijk vanaf het moment dat ik ingeschakeld was, mijn tranen moeten bedwingen. En daarna kon ik het ook niet meer loslaten. En toen wist ik, nou, dat is Maria Goos. En plus dat het erbij kwam. U doet me heel erg denken aan de juf waar ik vroeger verliefd op was. Dus op dat moment was het voor mij ook, vergat ik je nooit meer. En gisteren heb ik Vreemd Bloed zitten kijken. Ja. Had ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is wel een hele andere soort Maria Goos film. Ik stel voor om even heel anders naar de trailer te gaan kijken. Ja. Jij gaat leven. Is hij goed? Is anders? Dat zou dood worden. Leven. Mijn familie is er niet goed in. Wij kunnen iets anders. Nou, ben je slager. Nou, zit het in je. Over een paar jaar krijg jij je eigen mes. Jouw mes. Ze zeggen dat ik een overlever ben. Net als Cor en Bolle en Ari. Gefeliciteerd, je eerste koe. Hij is 10. En net als hij. Word jij geslagen? Ik laat me niet slaan. Zie? Overleven kan ik als de beste. Het gaat de laatste tijd allemaal anders, ja. Hoe komt dat? Ik denk dat daar eigenlijk al wel veel langer bezig is. Maar dat viel ons nooit zo op. Jij gaat de slagerij doen totdat ik kapot ben! Sommige dingen gaan niet voorbij. En ik overleef alles. Ongelooflijk leuke film. Een beetje surrealistisch, maar gaat net niet over het randje heen, hè? Ja. Het is ook heel beeldend. Is dat moeilijker om zo te schrijven? Ja, vond ik wel, ja. In die zin is het een heel andere film dan het andere werk. Bijvoorbeeld Smoeder, hè, want het is een vertelling. Ja. Er zijn twee mensen aan een tafel die vertellen. En dit was, heb ik echt geprobeerd om cinema te maken. Cloaca en Leven ook en Familie zijn toch echt praatfilms. Voornamelijk. En ik heb geprobeerd nu om zoveel mogelijk het verhaal via de beelden te vertellen. Ik merkte wel, het is wel het een of het ander. Als je dat doet, dan is er niet veel ruimte meer voor je taal. Dat vond ik toch tijdens het schrijven ook wel moeilijk. Vond ik wel jammer. Maakt dat niet dat je dan de dialogen wat anders aanpakt om toch dat te bereiken wat je wil? Snijden, wegsnijden. Maar daar ben je niet zo goed in. Daar ben ik niet zo goed in. Nee. Dat schaven, dat is niet echt. Nee, maar en hier moest het echt, weet je wel, echt tot op het bot. Wat heb je nou echt nodig om de film door te kunnen vertellen, om bij de personages te blijven en al het andere weg? Nou, dat zijn, ik denk dat ik wel 70 pagina's weg heb gegooid aan tekst. Dat vond ik een groot offer. Kill your darlings? Ja, dat zijn enorme darlings gekild. Ja, dat is een heel land zo'n beetje, darlings.
Is het een beetje uitgepakt zoals een schrijver dat dan zich voor zich ziet? Nou, dat zeg je goed. Het is een beetje uitgepakt zoals de schrijver het voor zich zag. Het is een beetje een onevenwichtig film. Een heel moeizaam project geweest. Een vriend van de regisseur, Johan Timmers, en van mij, Wil van der Meer. Dat is een slagerszoon en die komt uit Roelofsaansveen. Zijn vader is slager, zijn opa, zijn ooms, al zijn broers. 6 broers, allemaal slager. Een heel imperium van slagers en slachters. Vroeger slachten ze ook zelf. En hij wilde geen slager worden. De eerste man in de familie die geen slager wilde worden. Dus dat was een koningsdrama. Ja. Dat vond ik zo ontzettend mooi. En Johan en Wil hadden samen al een scenariootje in elkaar zitten. En ze lieten dat lezen. En ik dacht in enthousiasme en overmoed, joh, laat mij er een week aan werken en we zijn klaar. Dat is 3 jaar geworden, dus 10 versies geworden. Ongelooflijk. En dan weet je eigenlijk al, dat zal ik nooit meer doen. Dan weet je eigenlijk al, bij de derde versie weet je, hier zit fundamenteel iets niet goed. Nee. Je kan wel een beetje maar dat, heen dat en weer komt zwibberen. Pas in het proces, zeg maar, dat je daarachter komt. Ja. Maar het is wel een heel goed leermoment, denk ik, als schrijver. Ja, wel een pijnlijk moment. Ja. Want je zet veel in gang, je betrekt er heel veel mensen mee. Film maken kost heel veel geld. En als je dan uiteindelijk alle twee, de regisseur en ik, moeten toegeven dat hij niet helemaal gelukt is. Dat is voor iedereen een heel pijnlijke conclusie. Ja. Toch jammer dat we met zo'n pijnlijke conclusie af moeten sluiten. Nee, dat geeft niet. Er is niet meer tijd. Nog veel pannen. Ik dacht dat we net begonnen. Het is al klaar. Is dit het? En je had dan nog van die hele leuke vragen. Ik heb 28 vragen nog over. Maar die stel ik dan wel na de uitzending nog eventjes. Bedankt in ieder geval en nog heel veel succes goed, en plezier goed. Op het festival. Dan gaan wij verder, want de filmcrew van IFF BTV is natuurlijk niet alleen hier in de studio actief, maar ook op het festivalterrein zelf. En zij waren gisteren in gesprek met Matthias Schoenaerts van de film Roenskop. Mm. De eerste keer dat Michael mij over de film sprak is een zestal jaar geleden en ik was er onmiddellijk gek op om de heel eenvoudige reden dat het omdat het heel, heel uniek is. Het is een verhaal zoals je er nog niet echt vaak gezien hebt. Het speelt zich af op een boerderij in België met een jongen die nogal een heftig trauma heeft te verwerken. Maar voor alle duidelijkheid, ik zal even schetsen waar de film over gaat. Ja. Het is eigenlijk, vertelt dus het verhaal van Jacqui van Marseneau, mijn personage. Dat is een jonge Limburgse vetmester. En mijn personage begint eigenlijk te twijfelen aan heel het opzet om die afspraak te laten doorgaan. Maar uiteindelijk besluit hij toch om die mensen te ontmoeten. En bij die ontmoeting wordt hij nog eens geconfronteerd met iemand die hij gedurende 20 jaar niet meer gezien heeft. Maar die samen met hemzelf de enige mensen zijn die weet hebben van een vreselijk geheim dat mijn personage met zich meedraagt. Hoe heb je daarop ingeleefd en wat voor voorbereiding had je er verder nog voor? De rol vroeg om een enorme fysieke transformatie op. Ja. En dat gaat dan heel concreet over heel hard werken en er alles aan. Ik moest heel veel spiermassa winnen, dus ik heb meer dan een jaar aan een stuk als een bodybuilder geleefd, bij wijze van spreken. Wat zijn kan ik me voorstellen om zo ineens om te gooien. Maar het was vooral ook het talent van Michael om cinema te maken. Het is nogthans wel een debuut. Maar ik had al het vertrouwen in zijn talent. Ik had ook het vertrouwen in de ploeg, in de collega's, in alle spelers die meededen. Maar ook in de cameraman. En ik voelde aan alles dat het iets heel bijzonders was. En ook vooral de aandacht waarmee Michael aan die film gewerkt heeft gedurende 6 jaar. Deed me veronderstellen dat daar zoveel liefde in dat project zat. En dat vind ik altijd een goed teken. Het is mooi om te zien dat het dan ook zo'n fantastische film oplevert. En in België is het dus ontploft. Dus we zitten echt met een groot succes. Wat vreemd niet, omdat het gewoon een steengoede film is. Dus dan is het niet zo vreemd dat het een groot succes wordt. Maar we hadden ons daar niet aan verwacht, omdat het is een heel persoonlijke film. Het is echt een auteursfilm. Die wel een thematiek heeft die een groot publiek kan aanspreken. De hormonenmafia en al die zaken. Dus ik denk dat we net op die mooie middenweg zitten tussen en iets heel persoonlijk, heel authentiek, heel
uniek, maar tegelijkertijd ook iets wat een heel groot publiek aanspreekt. Ze hebben de dans kapot gemaakt. Vlekken, misschien als ze zijn door. Hoog, meeg. Niemand om me heen doen. Een film maken op zich is sowieso al heel erg lastig. Laat staan als je dat moet doen in 48 uur. IFF BTV is erg benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. De komende dagen zenden we daarom een korte reportage uit over het 48-hour filmproject. Ik ben C.R. Zedig en ik doe productie en regie van 48 Hour, van onze team. We hebben een goed team, we hebben ons goed voorbereid, 48 Hour. En ja, we doen keihard ons best om gewoon een goed film te maken, waar we trots op kunnen zijn. Naast C.R. en zijn crew namen er ook dit jaar weer veel jonge, enthousiaste filmmakers deel aan een wel heel speciale competitie. Het 48 Hour Project. Het doel van het 48 Hour Project is dat verschillende teams in slechts 48 uur tijd een film maken, van het schrijven van het script tot aan de montage. Uiteindelijk zal een jury de films beoordelen op creativiteit en kwaliteit en op toepassing van 3 verplichte elementen die ze meekrijgen. De eerste van die elementen is zojuist bekendgemaakt. Een van de personages in de film moet Dave of Daphne van Dungen heten en een remixer zijn. Zometeen krijgen de teams een zin te horen die ze in hun film moeten verwerken. En de line of dialogue is zout en peper van allebei een beetje. Het derde element dat iedereen in de film moet verwerken is een lieve heerstbeestje. En dat zal het hele verhaal er zeker te weten niet makkelijker op maken. En de 48 uur gaan nu in. Ik zie twee van die dingen. Zout of peper of van allebei wel een beetje. Als hij zichzelf of inderdaad in die strijdgesprek, dat die band zegt, Damien, wat wil je? Of, wat, ja, dat zou hij zeggen. Wat wil je? Wat ik wil je, man? Is, ja. Je wil alles, man. Je wil zout, je wil peper of vanuit bij een beetje. Ik ben Stefan, ik ben zo de rechterhand van Sia. Ik doe choreografie, dus bij alles wat aanvalt. Het kan alles mogelijke zijn. Probeer ik in te stappen en mijn mogelijkheden in te zetten. Laten zien. Dat je laten zien en niet zegt. Wacht eens even, hij gaat komen. Ja, dat klopt niet. Ik ben Art en ik doe camera en licht. Ik ken Ciara al heel lang. En we hebben zelfs wel samen op de middelbare school gezeten. Sindsdien maken we films. Nou, ik ben Merlijn Dekknop. Ik ben José Nieuwstad. Ik ben Joost Kuiper. Ik ben Monan. 4 Take 2. Ja, ik ben hier voor de. Ik ben de klepper, dus ik neem alle takes en ik hou de tuinslots bij. Officieel ben ik Kevin. En daarbij heeft Sia me net verteld dat ik ook wat bij andere dingetjes mag doen, gewoon als er taken te verdelen zijn. Ik ga deze film steadicam, als het goed is. En ik ga mee op met licht en de camera. Ik neem het geluid op met boomen. Yes. En dat zorg ik ook voor, dat alles gewoon netjes opgenomen wordt via de mixes en de recorders. Ja, ja, alles netjes opgenomen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Toen ik dat hoorde, kreeg ik bijna een hartverzakking. Het geluid was een beetje een probleempje. Want hij dacht dat het geluid op de SD-kaart opgenomen was, maar het was eigenlijk op de harde schijf opgenomen. En hij had de harde schijf geformateerd, waardoor al het geluid kwam daar. Dus dat is echt. Maar ik zal maar komen. Cut. Ja. Mm.
Tegen wat voor problemen liep het team nog meer aan? We zijn de hele nacht doorgegaan. Dus gewoon non-stop doorhalen. En hoe kunnen uit een scenario uiteindelijk zulke scènes ontstaan? Dat zie je in de volgende aflevering. Eén film, één project, 48 uur. Nou, erg benieuwd. Morgen dus deel 2 van die serie. In Maker versus Maker zetten we altijd twee mensen uit het vak tegenover elkaar om te kijken wat voor bijzonders daaruit komt. Vandaag producent Ton Seelen, Joost Seelen moet ik zeggen, en hoorspelmaker Bert Kommerij. Ja, ik hou er erg van om in te spelen op wat er gebeurt tijdens het proces. Dat vind ik heel erg leuk. Uiteindelijk wil iedereen, wil ieder mens heel graag zijn verhaal vertellen. Ik heb een toneelachtergrond, ik heb toneelstukken geschreven. Ook, en daar kom je er ook al snel achter dat je als personage nooit moet zeggen wat je denkt of vindt of voelt. Precies, ik zeg altijd als een regisseur een film maakt over liefde bij wijze van spreken, moet je nooit beginnen te vragen wat is liefde voor jou. Nee. Ja. Dat moet je als kijker ontdekken wat liefde voor iemand betekent als je naar die film kijkt. Ja, want ik geloof er nooit zo in als mensen beginnen te vertellen. Nee. Denk van ze vertellen nooit het verhaal wat ze willen vertellen. Er wordt altijd iets anders verteld. Ze vertellen heel dicht het verhaal waarvan ze denken dat jij dat graag wil horen. Ja, of ik maak het verhaal wel af zoals het mij het beste uitkomt. Ja. Ja. Dat is ook het voordeel van veel van de historische documentaires die je gemaakt hebt natuurlijk. Omdat je daarmee een stukje geschiedenis vastlegt wat... Met ooggetuigen die over 10, 20 jaar niet meer bestaan, dus ja. Dan valt het niet meer vast te leggen. Ja. Maar heb je dan ook echt een taak? Heb je dat dan het gevoel dat je dat vastlegt of dat je erfgoed aan het opbouwen bent? Nee. Zo'n moment? Nee, dat niet. Maar ik heb wel het gevoel dat ik verhalen voor de rand van het graf weghaal. Wat ik gemerkt heb, is dat heel veel oude mensen in staat zijn om een heleboel conventies en andere dingen te laten varen, omdat ze weten dat het de laatste kans is dat ze dit verhaal vertellen. Iedereen wil dat wel graag, dus er worden ook dingen gecreëerd, zoals met z'n allen naar hetzelfde kijken of luisteren. Dat is gewoon belangrijk. En of dat nou boer zoekt vrouw is of weet ik veel wat. Dat willen we natuurlijk wel het liefst, om onderdeel te zijn van een grote groep mensen. Maar voor mij is het... Ik zie dat internet als een laboratorium en als een enorme vrijheid waar ik me door laat inspireren. Maar wat ik ook gebruik om de boel uit te stallen onder Creative Commons, waardoor iedereen het weer verder kan zien Dan blijft het daar staan. Maar het is in principe natuurlijk gewoon een nieuw medium. Totaal. Want naast wat je radio, ook naast film, naast televisie is het weer een nieuw ding. Ja, en je merkt ook dat zodra je dus je werk op online gaat zetten, dan begint het verhaal eigenlijk pas. Want dan komen de reacties, dan komen de linkjes, iets wordt doorgestuurd naar iemand die weer ergens mee te maken heeft. Dus, dus Flick Radio, mijn vorige project in 2007, dat heeft een enorme staart gekregen. Dus online ook. Dus ik heb die mensen die ik daar virtueel ontmoeten, echt ontmoet. Dus ik zou zo een deel 2 kunnen maken, waarin die gekte eigenlijk doorgaat. Het zou misschien niet zo slecht zijn. Mag iedereen het dan gebruiken? Nou, gebruiken, doorgeven. Ja, dus je kunt het ook remixen. Maar dat heb ik dus bij Miniami liever niet. Omdat het is gewoon mijn project. Dat is de muziek, daar is hard aan gecomponeerd. Dat is zorgvuldig samengesteld. Ja. Dat lijkt me dan heel lastig om te zien als iemand denkt van... Weet je wat, ik ga die audio eens lekker achterstevoren draaien. Want dat mag, want het is toch... We kunnen het delen. Ja. En dan denk ik, daar heb ik het niet voor gemaakt. En dat was het alweer voor vandaag. Morgen is IFF BTV er natuurlijk gewoon weer. En we hopen u ook. Dus tot dan. Morgen Tessa Joos hier aan tafel. Fijne dag nog.